Goedemorgen lieve mensen, even een berichtje van mij. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat en ik snap best dat je door alles wat er gebeurt of alles wat je voelt, alles wat je ziet of alles wat je nog niet ziet, dat je zoiets hebt van wauw, wat een druk en wat een gevoel. En nu is het toch de bedoeling dat we in onze eigen kracht blijven staan. En ja, ik ben natuurlijk ook een helper, dus ik wil heel graag mensen helpen. Maar ik ben me er ook van bewust dat het tijd wordt dat ook mensen hun eigen verantwoording pakken. Wat ik al van de week al zei, er zijn genoeg mensen gewaarschuwd. Op een gegeven moment is het ook klaar met waarschuwen. En vind ik dat een ieder zelf moet onderzoeken wat er precies in het vaccin zit. En ik vind ook dat een ieder voor zichzelf moet weten of hij dat wel of niet wil nemen. Als ik toch alleen al kijk op mijn YouTube en ik had een filmpje gemaakt over mijn ontmoeting met Baudet, hoeveel commentaar daarop gekomen is en hoe mensen het allemaal beter denken te weten. Weet je, ik uit me eigenlijk normaal gesproken nooit politiek gezien. Alleen omdat het nu gewoon zo'n zootje in de wereld is en ook in Nederland en sommige mensen zich helemaal nergens in willen verdiepen en het liefst hun kop in het zand willen blijven houden, heb ik dat filmpje nogmaals gedeeld. En ik blijf dat gewoon doen. Uitspreken wat ik, hoe ik het zie. En ik zeg niet dat jullie het zo zelf ook moeten zien. Maar blijf wel netjes naar mensen toe. En hou wel je respect. En verdiep jezelf in de materie. Dat is alles wat ik tegen mensen zeg. Verder ga ik er ook niet meer over uitweiden. Ik zelf niet. Ik neem niet het vaccin, deze niet. Ik ben niet een anti-vaxxer, om het zo maar even te zeggen. Maar deze specifieke vaccin heb ik absoluut geen goed gevoel bij. En als ik de ingrediëntenlijst bekijk, al helemaal niet. Het enige wat ik tegen jullie zeg, verdiep je erin. Weet wat je in je spuit. En ja, ik eet ook af en toe een frikandel. En ja, ik weet wel wat erin zit. Wees je er gewoon van bewust. Dat is wat ik zeg. En dat is ook het laatste wat ik erover ga zeggen. Voor de rest wens ik iedereen daarin een veilige reis. En weet gewoon wat je doet. Dat is wat ik zeg. En zorg voor jezelf. Ga begrijpen dat we zelf moeten zorgen voor onze eigen gezondheid. Onze preventieve gezondheidszorg. Nou, wil je daar wat over weten hoe ik dat doe, stuur me dan gewoon even een persoonlijk berichtje. Ga ik je erbij begeleiden. Ik kom op locatie. Ik kan het vanuit hier doen. Ik heb hier sowieso een viruskiller, een bacteriënkiller. Dus geen zorgen hier. En het kan natuurlijk ook telefonisch of per Skype of een Zoom meeting. Alles is mogelijk. Oké, nou ik zou zeggen laat je niet gek maken. Blijf in je eigen kracht staan. Dat doe ik ook, ondanks het feit dat het af en toe best wel eens moeilijk is. Maar blijf toch in jezelf geloven en in je eigen kracht staan. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Oké, wens jullie een hele fijne, liefdevolle dag. En ik spreek jullie later. Oké, bye bye.